Zo ziet een uitverkocht Philips Stadion eruit. En als het aan de dames van PSV FC Eindhoven ligt, zit het Jan Lauwers Stadion voor de wedstrijd tegen Ajax ook vol. Lighttown Madness, het sfeerteam van PSV, heeft al aangekondigd flink uit te pakken. Ik heb al heel lang een seizoenskaart van PSV en ik ben elke wedstrijd op de tribunes te vinden, ja. Ik denk juist dat die supporters ons in de rug mee gaan staan, zeg maar. Dat het ons wel ons voordeel gaat werken. Heel de week is het al in je hoofd bezig en dan wil je vrijdag extra goed je best doen om het beste eruit te halen. PSV FC Eindhoven speelde eerder dit seizoen al 2 keer tegen de Amsterdammers. Uit werd gelijk gespeeld met 2-2. Thuis lukte het wel om te winnen. Voor 2.500 supporters maakte Danielle van der Donk toen de 3-2. Het wordt een hele felle, maar ik denk wel een hele mooie wedstrijd. Want zijn allebei, wij willen heel graag voetballen, mooi voetballen via positiespel. En zij willen dat ook heel graag. En dat kan je ook terugzien in de voorafgaande wedstrijden. Feit is in ieder geval dat PSV FC Eindhoven na 3 gelijke spelen zal moeten winnen om uitzicht te houden op Europees voetbal. We hebben nog niet veel punten gepakt, maar ik denk wel dat we de bovenliggende partijen waren elke wedstrijd. Maar helaas konden we niet tot scoren komen. Dus dat was toch voor ons wel een tegenvallen dat we een paar wedstrijden gelijk hebben gespeeld. Ja, we willen het wel bekijken van wedstrijd tot wedstrijd. En ik denk dat het wel gewoon reëel is als je bij de top 3 eindigt. En als echte PSV'er droom je dan ook wel van die winnende nog extra als dat tegen Ajax is? Ja, dat zou voor mij wel een niet ultieme droom zijn, ja.